De video van vandaag is een wat kortere, maar wel actuelere video. Want als we nu gaan kijken wat er bij de aandelen en bij crypto gebeurt, zien we dat eigenlijk alles wel best wel flink in het rood staat. Zeker over de hele, de hele markt gekeken, zeg maar. Dus in deze video wil ik even gaan kijken wat er aan de hand is en waarom juist de komende week heel belangrijk is. Zeker als we gaan kijken naar aandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een In deze video gaan we dus vooral een actueel beeld bekijken. En laten we maar meteen beginnen met mijn eigen portfolio. En dan loggen we even in, schakelen over naar de Giro. En dan zie je dat ik op dit moment zo'n bijna 5000 euro in de min sta. Oftewel zo'n 2.5%. Dat is best wel flink. Al moeten we natuurlijk ook wel zeggen dat zeker mijn account best wel ook wel wat. Ja. Veel richting tech zit. Eh, groot gedeelte of de helft zit ongeveer in Tesla. Dus als het met tech slecht gaat, merk ik dat meteen. Uh, ja, en het gaat vandaag niet heel goed met tech, laten we het zo zeggen. Maar kijken we eigenlijk naar de hele AEX, die zien we hier ook al bijna 2% in de min staan. Zeker nu de Amerikaanse beurzen net ook geopend zijn, gaat de AEX nog wat harder onderuit. Want ook in Europa en in Amerika gaat het eigenlijk helemaal niet goed. Kijken we naar de SP 500. Ook zo'n 1,6% in de min. En zoals gezegd, de techbeurs, de Nasdaq in Amerika, 2,2% zelfs in de min. Dat is eigenlijk een beeld dat we op alle beurzen zien terugkomen. En dat zien we hier rechts ook. De, de aandelen die het goed doen vandaag op de AIX, dat zijn aandelen zoals Heineken, Nationale Nederlanden, juist de saaie zeg maar, bedrijven, de brede bedrijven, vooral als het eventueel later weer goed gaat met de economie. En waar gaat het juist slecht mee? De techbedrijven zoals Adyen, ASML, Just Eat, ASMI. Nou, je ziet ze allemaal wel, het zijn echt uh, meteen ook flink in de min, zo'n uh, 5 tot 7 procent in de min, dus... Dat is best wel een afstraffing voor dit soort aandelen. En het is dan altijd wel weer een fijn om te kijken van waarom gebeurt het. Je probeert het natuurlijk ook te begrijpen. Aan de ene kant maakt het niet uit als je er echt bent met een horizon voor de lange termijn, als je nog jaren vooruit kijkt. Maar toch, ook al heb ik die horizon, vind ik het toch wel vaak fijn om te weten. Waarom dit gebeurt, en dat je ook een beetje een, een idee krijgt van wat er speelt op de markt. Of je eventueel kunt profiteren van deze dip als het een tijdelijke dip zou zijn bijvoorbeeld. Of dat er nu echt gewoon iets verandert in de markt. En een nieuwsbericht wat er best wel goed op ingaat, kwam ik net achter, is eigenlijk hier linksonder. En dat zien we al: Wall Street dreigt vandaag verder te dalen. Hier zijn eigenlijk de punten in waarom juist Wall Street vandaag zo negatief opent. En waarom daardoor de AX ook al onderuit gaat. Ten eerste heeft dat vooral te maken ook met de inflatiecijfers, die geloof ik aanstaande woensdag bekend worden gemaakt vanuit Amerika. Um, afgelopen maand was al niet heel goed. Of de maand daarvoor, maar in ieder geval. Afgelopen maand werd bekend van november. Nu wordt bekend wat de inflatie is in Amerika van december. Altijd heel belangrijk. En ja, hoge inflatie is niet echt een per se een goed teken, maar wat we ook zien is dat juist uh, de werkloosheid weer een afnemen is. De afgelopen maand was die in Amerika 3,9 procent. Het laagste record van net voor de coronacrisis was 3,5 procent werkloosheid. En je zou zeggen als de werkloosheid daalt, is dat positief? Dan gaat het goed met de economie. En dat klopt op zich. Meer mensen hebben middels werk, maar dat geeft ook reden aan de Fed om eventueel de rente te gaan verhogen. Dat stond al op de planning. Maar een van de voorwaarden om dat te doen... is aan de ene kant een hogere inflatie... die misschien nu wel bekend wordt. Maar ook uh, lagere werkloosheid. Omdat dat eigenlijk ja, voldoende basis geeft... ook voor de FED... om dit soort best wel ingrijpende maatregelen ook te nemen. Dus ook al klinkt het positief... dat de werkloosheid afneemt... dat zorgt er wel voor beleggers voor... dat juist de kans dat de FED de, de rente gaat verhogen... op de korte termijn al toeneemt. En dat merk je dus direct... In die, uh, die tech-aandelen. Ik heb er al eerder een video over gemaakt. zal hem hier ergens boven linken. Waarom juist uh, veranderingen in rente of inflatie. Waarom dat juist zo'n effect heeft op aandelen. En juist dan ook op tech-aandelen. En wat we verder deze week ook hebben. Is dat bedrijven komen met uh, kwartaalcijfers. Dat zien we trouwens zelf ook. Hier bovenin zie je beschikbaarheid van je jaaropgave van 2021. Dus ook voor jou persoonlijk. Kun je zien hoe jij het afgelopen jaar hebt gedaan. Maar ook bedrijven gaan vanaf deze week dus eigenlijk rapporteren. Hoe het laatste kwartaal van 2021 is geweest. En dus eigenlijk ook hoe het hele jaar is geweest. En vaak zijn het dan de, uh, de banken die daarmee beginnen. Amerikaanse banken bijvoorbeeld. Nou, in dit portfolio, mijn eigen grote portfolio. heb ik, uh, geloof ik, geen bank zitten. Nee. In mijn andere portfolio bij de Giro heb ik dat wel. Daar zit bijvoorbeeld Citigroup. Zit ik al een tijdje aan te twijfelen om hem eventueel te verkopen. Uh, maar juist nu houd ik hem nog even aan. Omdat je ziet dat meer beleggers geïnteresseerd zijn geraakt in banken. Uh, waarschijnlijk omdat ze nu wel goede cijfers hebben, maar ook als de rente gaat stijgen, uh, is eigenlijk het verdienmodel voor banken beter. Dus bankaandelen worden interessanter. Dus ik houd hem nog even aan. Maar zoals gezegd, dat is iets in mijn tweede portfolio. Dat behandel ik ook regelmatig. En dat is trouwens ook dus een portfolio dat ik heb hier bij de Giro. Mocht je nog een account willen openen bij de Giro, kijk even voor een link onder deze video. Op die manier help je ook nog eens het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. En stappen we dan even over naar Yahoo Finance om daar juist de kalender te gaan bekijken. Dan zie je eigenlijk dat vanaf deze week ook vandaag al bedrijven komen met hun kwartaalcijfers. 49 bedrijven zijn vaak de wat kleinere, onbekendere bedrijven voor een groot gedeelte. H&R blok is bijvoorbeeld wel eentje die ik ken. Maar dus vooral waar de markt ook naar uitkijkt is aanstaande vrijdag, de 14e. Dan komen er 12 cijfers worden bekendgemaakt. De belangrijkste cijfers zijn ook al voor beurs bekend, voordat de Amerikaanse beurs dus open gaat. En hier zie je vaak de, de grote banken en waarom dus de markt daar naar uitkijkt: JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo. De grote Amerikaanse banken dus. En zoals gezegd, zij openen vaak het cijferseizoen, waarna heel veel bedrijven in de weken vaak twee tot drie weken daarna met hun eigen cijfers komen. Dus uh, kijk vooral ook zelf even verder uh, welke bedrijven de week erop zijn. Uh, ik denk dat het vaak wel, uh, heel vaak ook in het nieuws komt natuurlijk... en dat het best wel eens voor aan de ene kant verrassingen kan zorgen... want natuurlijk kan het heel erg goed gaan met de omzet, heel veel vraag naar je product... maar kan het best wel tegenvallen wat betreft de winst, juist omdat bedrijven ook veel kosten moeten maken om goederen te krijgen, om personeel in te huren. Uh, dus het kan zomaar zijn dat het tegenvalt en zeker als beleggers dat niet verwachten, kan dat best wel voor uh, flinke verandering in de koers zorgen. En dat is misschien ook wel iets om juist rekening mee te houden. Uh, ja, dat het tegen kan vallen, heeft ook vooral mee te maken dat de vraag ook wel eens tegen kan gaan vallen. Want dat is de verwachting in ieder geval. Voor dit jaar is dat. Kijk bijvoorbeeld een bedrijf zoals hier als Apple. Um, even kijken. 2021. Begonnen ze best wel goed rond de 136? Zijn nog even gedaald, zo rond de 120 uiteindelijk. Best wel een flinke stijging meegemaakt, tot rond de 180. De laatste dagen gaat het veel wat minder. Juist ook omdat er vanuit de markt, vanuit onderzoeksbureaus, gewoon aan wordt gedacht dat. De vraag naar computers en zo op dit moment wel over is. Tenminste, we zijn over het hoogtepunt heen. De meeste mensen zijn al lang weer gewend om het thuis te werken. En dus zal de vraag naar dit soort producten ook afnemen dit jaar. Dus um, dat zien we ook direct in een aandeel natuurlijk terug. Omdat aandelenbeleggers vaak ook kijken naar wat we de komende tijd verwachten. Dan verwachten we misschien wat minder groei voor een bedrijf zoals Apple. Al doet Apple het nog steeds heel erg goed, net zoals bijvoorbeeld Microsoft. Ook daar zien we wel een kleine. Uh, daling de laatste tijd, maar zoomen we uit, zien we nog best wel een flinke stijging. En dat is ook iets wat we juist niet zien bij heel veel andere bedrijven. Denk aan een bedrijf zoals Square, oftewel Block op dit moment. Um, volgens mij een kwart afgenomen sinds dat ze aan hadden gekondigd dat de naam dus niet langer Square is, maar Block. En eigenlijk al 40% sinds de top dit jaar. Kijk naar een bedrijf zoals PayPal. Ook dat zijn bedrijven, grote gevestigde namen waar we echt al flinke dalingen van vaak ja, bijna al halveringen ooit zelfs zien. Dus de markt op zich doet het nog steeds heel erg goed, maar steeds meer bedrijven zijn al lang ja, stukken verwijderd van hun top eerder dit jaar of eerder vorig jaar moet ik trouwens zeggen inmiddels. Maar zoals gezegd is dat niet alleen dus bij aandelen, ook bij crypto zien we dat op dit moment en aangezien we toch bij TradingView zijn. Laat dan even Bitcoin pakken. Um, we zien Bitcoin inmiddels van ja, in november de 78 of 68.000 uh, dollar aantikken. Zien we eigenlijk best wel flinke dalingen telkens meemaken. Ook de afgelopen week nog. En zelfs ook vandaag nog staan we in de min. Zo'n 2,8 procent inmiddels. En toen ik net deze video een beetje aan het voorbereiden was, waren we net juist onder de 40.000 dollar gedoken. Nu zijn we er een stukje boven, bijna op de 41.000 dollar. En dat is dus een iets wat ja, nu op dit moment heel belangrijk is. Hier zie je het ook per, op de, de 15-minuten grafiek: dat er een flinke daling was. Maar 40.000 is wel een heel belangrijke grens. Aan de ene kant, natuurlijk psychologisch, omdat een heel rond bedrag vinden beleggers altijd heel fijn. Um, maar het is ook een ander belangrijk, want als we hem dan weer even uitzoomen, dan zul je zien dat juist deze grens, die 40.000 waar we nu ongeveer zitten, dat dat de laatste tijd, eigenlijk het afgelopen jaar, heel vaak een punt is geweest van weerstand, waardoor we er niet doorheen gingen, of als we er uiteindelijk door gingen, dat het vaak weer een beetje een, een moment was of een, een koers was van, van steun. Hier zakte weer erheen, tikte weer tegenaan, uiteindelijk schoten we weer door. Had het weer eens een steun. En nu is het dus heel belangrijk van weten we hier steun te houden of zakt de koers hierdoor. En als dat nog doorheen zakt, dan zie je al dat de volgende koers weer, waar we een beetje uitkomen, tussen de 32.000 en 34.000 dollar is. Dus best ook wel een belangrijk moment uh, voor crypto. En wat eigenlijk de laatste tijd opvalt, um, je ziet dat gaat het slecht met de aandelenbeurs, gaat het slecht met crypto. Een paar jaar geleden was dat eigenlijk juist andersom. Gaat het slecht met goud, met aandelen, dan is het vaak crypto wat het heel erg goed doet. Ik denk dat het vooral ook belangrijk was dat toen nog heel veel um, particulieren geïnvesteerd waren, particulieren die juist wilden profiteren van zo'n dip eventueel, of juist die kant op gingen als het aan een andere beleggingsinstrument wat minder ging. Terwijl nu crypto inmiddels veel... Professioneler is geworden, veel volwassener is geworden ook. Veel meer grote institutionele partijen zijn geïnvesteerd in cryptocurrencies. En zeker ook in Bitcoin. En dus zul je ook eigenlijk vaak dezelfde schommelingen wel een beetje zien. Aan de ene kant is dat jammer, want ja. Vroeger kon je dan mooi je geld in crypto eventjes tijdelijk stoppen. Aan de andere kant is het denk ik ook wel een goed teken dat de markt van crypto juist volwassener wordt. Of zeker in ieder geval in het geval van bitcoin dat het volwassener wordt. Want ik denk dat bitcoin en ethereum juist degene zijn waar het meeste institutionele geld in zit. Zeg maar de grote partijen zullen juist in die twee cryptos het meeste geld stoppen. Maar dat is dus even een korte samenvatting van wat er op dit moment speelt. Wat eigenlijk de komende week dus heel belangrijk is zowel bij crypto, die 40.000 dollar grens, maar ook bij aandelen wat, uh, wat cijfers gaan doen, maar vooral ook wat de inflatie, wat de werkloosheid en dus ook de FED gaat doen. Want zoals gezegd, de rente is heel erg bepalend voor uh, ja, de aandelenkoersen en zeker van tech-aandelen. Dus mocht het... Ja, Tegenvallen voor beleggers zijn, dan kan het best wel eens hard onderuit gaan. En zeker als tech-aandelen uiteindelijk onderuit gaan, dat waren juist nu nog de bedrijven eigenlijk die de markt vaag omhoog hielden, die de hele beurs omhoog hielden. De Amerikaanse top 5 eigenlijk in de SP 500 was goed. Voor zo'n kwart of 30 procent van de totale waarde en winst van die, aan, van die beurs. Dus heel belangrijk wat bedrijven als Apple, Microsoft en zo gaan doen. Moeilijk om dat op dit moment in te schatten. Maar zodra die cijfers bekend zijn, is het voor mij ook weer een reden om heel veel bedrijven opnieuw te gaan analyseren. Dus dat gaan we de komende tijd doen. Heb je nou nog tips, suggesties, dingen waar ik op moet letten? Of waar andere kijkers op moeten letten? Of waar jij zelf op let? Wat jou tegenvalt misschien wel? Of wat je verwachtingen zijn van cijfers die de komende tijd dus uitkomen? Laat dat vooral weten in de reacties onder video. Deze video zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video